Beste kijkers van Aris Avonturen bij de HMBC, aflevering 34. In deze aflevering kun je de opening zien van ons vaartseizoen op 25 april jongsleden. Die dag waren ook Erik en Diana van Enjoy Life aanwezig. Hun vlog kan je zien op hun kanaal. Ik wens jullie heel veel plezier met het kijken naar deze video. Op 30 april was het lekker weer met een fris windje. Die dag hadden we bezoek van het vlogkanaal van Enjoy Life van Erik en Diana. Zie voor hun vlog over onze vaardag hun eigen YouTube kanaal. Zie de link hieronder. En in de beschrijving van de video kun je ook de link vinden. Hey, gezellig. Hoi, heel leuk dat jullie er zijn vandaag. Met een schitterende weer. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Hartstikke leuk. Dat vind ik zo mooi. De duikboot van Simula. Ja, is. Maar een voordeel, dat is vrij helder water op het moment. Ja. Dus je ziet het wel een beetje. Met een heel fijne, gewoon zo'n fijne spuit. Ik was een heel klein beetje aan het bouwen. De kustwacht wordt klaargemaakt voor het waterlating. Dat is geen probleem. Dus je bent er licht geworden. Dat is fout. Dan krijgen we het in de toegang. Daarom, ik zeg dat de teenlens op zit, ik kan ze heel veel bijna halen. De haven. In de volgende video zie je hoe al die slepers één voor één binnenkomen in de haven. Hier zie je mij in actie. Om het bootje waar de camera op staat te besturen. De sleper van Jacques. Hij is nog niet helemaal klaar, want hij heeft een complete refit gedaan. Het bootje helemaal kaal geschuurd, alles eraf gehaald en opnieuw gemonteerd. In de volgende vlog ga je ook zien dat hij weer een stuk verder is. Dit bootje is van Hans, een stoomaangedreven schip. Een specialiteit van Hans, want hij heeft ook aangedreven stoomtreinen. Dit bootje is de Admiralty Drifter, gebouwd rond 1990. Thank you.
Deze zeilboot is van Hein, een BM'er in 16 kwadraat. De Duikman van Simon is een Duitse boot uit de Tweede Wereldoorlog van het type C. Ik ga nu proberen om in beeld te brengen hoe die naar de bodem zinkt. Nou ja, bodem zinkt, hoe die onder water verdwijnt. En het valt niet mee om de camera op de boot in de goede positie te houden. Maar je ziet toch een beetje hoe het allemaal gaat. Helaas zijn we weer aan het einde van deze video gekomen. Graag tot de volgende video, die ook over een vaartuig gaat, maar dan die van mij. Als u nog geen abonnee bent, kunt u er gratis worden. Zet de belletje aan, dan krijg je automatisch bericht als er een nieuwe video klaar staat. Tevens wil ik alle nieuwe abonnees welkom heten op dit kanaal. Erg leuk. Ik ga mijn best doen om het nog leuker te maken. Tot de volgende video.